De Janskerk in Utrecht was vandaag gevuld met ruim 70 striptekenaars en illustrators. De kerk stond in het teken van de derde kunststripbeurs. Boeken, strips en schilderijen en ander eigen werk probeerden de kunstenaars, zoals ze zichzelf noemen, hier te verkopen. Maar niet alleen verkopen ze werk, ze maken het ook ter plekke. Zoals Rob van Barneveld uit Utrecht hier doet. Hij vindt de beurs in de Domstad altijd een van de leukste kunststripbeurzen van het jaar. Ja, sowieso de locatie. Dat is natuurlijk in de kerk. En dat is sowieso een heel ander sfeertje wat met zich meebrengt. Er komen andere mensen. Normaal heb je een stripbeurs, daar betaal je entree voor. En dat is een evenementenhal en alles. En dit is gewoon midden in de stad Utrecht in een kerk. En mensen kunnen hier gratis binnenlopen en gewoon kijken. En soms ook dingen kopen. Maar het is gewoon, en dat maakt het heel erg leuk.